Lisa, voor jou ligt een viool. Jij bent zelf violiste en op het affiche van jouw muziekfestival, je kamermuziekfestival in Delft, daar staat een afbeelding van een operazangeres. Hoe zit dat? Nou, het thema dit jaar van het festival in Delft in augustus is de menselijke stem, het zingen. Er is niet echt een titel voor een thema, er zijn allemaal motieven die ik heb gebruikt. Ik ben zelf een groot fan van de menselijke stem. Ik vind zang het mooiste wat er is. De meest pure vorm van muziek maken is dat op een bepaalde manier. En toen ik dus een nieuw thema op zoek was naar een nieuw thema voor 2008, wou ik daar toch wel heel erg graag wat mee doen. In 2007 hadden we helemaal geen zangers. Dus dat compenseren we nu overmatig door een heleboel zangers te hebben. Maar vooral ook instrumentalisten, waarvan ik ook vind dat die zang als uitgangspunt nemen voor hun muziek maken. Want dat is het mooie van instrumentaal muziek maken, dat we het kunnen gaan benaderen wat je met de menselijke stem kan. Dus als ik zelf echt helemaal niet van zang hou, dan hoef ik niet per se thuis te blijven? Nee, juist niet. Het is juist dat zangerige in de niet-zangmuziek, dus in de instrumentale muziek, wat ik heb geprobeerd te combineren. Dus er zijn ook zeker concerten, bijvoorbeeld Lieder ohne Worte is één concert. Dat is volgens mij op de dinsdagavond. Dat is 5 augustus, als ik het goed zeg. Daar wordt helemaal niet gezongen. Ook bij Opera zonder Zang, dat is op de maandagmiddag, daar wordt ook niet gezongen. Dus ik heb wel degelijk gekeken naar zodat ieder wel wat kan vinden in dit thema. Maar er zijn prachtige zangers die in combinatie met ons ook veel mooie dingen gaan doen. En over instrumentaal zingen gesproken, hoe zing jij op jouw viool? Nou, ik heb altijd heel veel geluisterd naar zangers. Zij maken natuurlijk op een hele pure manier muziek. En dat is een hele goede leerschool. Goede zangers die ademen natuurlijk heel natuurlijk. En dat probeer ik te benaderen. Het expressieve van de menselijke stem. Het expressieve van zingen ook met tekst. Dat wij altijd zonder tekst moeten doen. En ja, de schoonheid ook van de menselijke stem. Daar probeer ik zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. En dat krijgen we allemaal in Delft? Dat krijgen we allemaal in Delft.